Handbal is hot. Op 2 december was er voor de basisschoolleerlingen van diverse scholen een handbalclinic. Dit resulteerde in de aanmelding van maar liefst 143 kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. Wie is Jolande Mone? Jolande Mone is trainer van Citadia. 3-4 jaar geleden begonnen we met trainen bij Citadia. En ik ben heel erg geïnteresseerd in de jeugd en daarom hebben wij ook deze handbalkliniek opgezet in samenwerking met Limburg Handbal, Topsport Limburg en met de toppers van Sittard, de Limburg Lions. Lions! 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 Groepje nummer 1. En we zwaaien allemaal, ja, heel goed. Dat zijn jullie. Komt er nog een vervolg op deze clinic? Dat is wel de bedoeling. We zijn begonnen met het scholenproject bij een aantal scholen in Sittard. Als afsluiting van dat project hebben we de clinic. En hopelijk in 2016 kunnen we een basisscholentoernooi organiseren. Maar dan moeten we even met de organisatie bij elkaar gaan zitten hoe we dat gaan praktiseren. Dat kent ze niet alleen, hè? Nee, dat is inderdaad waar. Ik ben wel alleen begonnen. Maar gedurende het project was het als een olievlek. En ik heb heel, heel veel hulp gekregen van Anita Soons, business manager van de Lions. Van Paul Zeibe, Explore. Limburg Handbal, Jos de Koster en Luc Steins, die de lesgevers verzorgt. En natuurlijk de onnoemelijk veel ondersteuners van Citadia zelf. Die toch ook daar de vrije tijd in steken. En die dat hard voor het handbal hebben. En die dan inderdaad mij daarbij geholpen hebben. Dus als die er niet waren geweest, ja, dan was dat project natuurlijk ook niet zo'n succes als nou. Ja, voor ons is deze belangrijk. De samenwerking met alle vijfde partijen. Goed, Lions wil natuurlijk ook dat van onderop talent aangevuld wordt. Maar Lions wil ook de topsport jongens inzetten voor de breedte sport te stimuleren. In samenwerking met andere verenigingen. En ja, je ziet wat het resultaat is. Oké, het is dus niet een stukje reclame voor de Lions. Tuurlijk, dat zit er ook bij, maar dat was niet het doel. Wij willen gewoon zoveel mogelijk kinderen aan sport te krijgen. Heel belangrijk. Water drinken, gezondheid, bewegen. En je ziet aan de gedrevenheid van de kinderen dat ze wel allemaal willen. Maar ze moeten net weten waar ze terecht kunnen. En wij zien steeds meer kinderen ook kiezen voor de handbalsport. Dat is natuurlijk alleen maar toe te juichen. Het is een coole sport. Handbal is hot momenteel. En dat komt natuurlijk ook doordat de Lions heel goed in beeld komen en goed presteren. Maar ook ouders zien in dat handballen gewoon een sport is waarin je heel breed ontwikkeld wordt. Zowel de benen als de armen, het evenwicht en het stukje respect naar elkaar en naar de scheidsrechters. Ondanks dat het een hele fysieke sport is, moet je toch respectvol met je tegenstanders omgaan. En je werkt in een team. Nou, wij denken gewoon dat handbal een sport is die een goede basis legt voor alle sporten. Al begin je met 6 met handballen, kun je altijd nog naar voetbal of karate of hockey, noem maar op, alle andere sporten. En ja, dat is ook wel leuk als je kinderen vraagt van, god, hoe vind je het? Meer dan 50 kinderen zijn vandaag geen handballers, die zitten nog niet op een club. En ze vinden het leuk en zeggen, goh, ik kan ook eens met mijn handen sporten. En die spelletjes, dat is niet alleen maar handballen, dat is ook je evenwicht ontwikkelen, samenwerking. Nou ja, dat wil je eigenlijk voor alle kinderen, gun je dat. Oké, je hebt al een paar keer door de zaal gelopen. Heb je talentjes gezien? Nou, ik heb hier 2 Spaanse scouts gezien in de goal staan. Volgens mij doen die scouts het. Je ziet er heel erg moe uit. Ben je zo moe? Ik heb het warm. Heb je het warm? Waarvan? Van het handballen. Van het handballen? Maar vind je het wel leuk dan? Zit je al op een vereniging of niet? Nee. Ga je dat wel doen dan?